Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 23 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Op de achtergrond is mijn wasmachine bezig, want de katten hadden op het kleed gekotst. Dus die moest er alvast eventjes in. Mijn coach die komt, ja, dat wordt laat. 4:15, half vijf zo'n beetje. Ze appt als ze wegrijdt uit de plaats waar ze nu is. Dus ja, dat duurt nog eventjes. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Op zich wel leuk, maar ja, zoals ik de laatste keer ook al vertelde, wat meer irritatie, maar oké. Okay. Dus dat heb ik gekeken. Ik heb eventjes gegamed. Ik heb de vlog afgemaakt, die is al mooi klaar. En ik heb mijn Netflix-serie gekeken. Ik heb nog zoveel vraagtekens. Ik vind het wel een aanrader. Hij had ook best wel een hoge match met mij. En ik snap het wel. Want ik vind het wel een hele mooie serie. Dan moet ik wel heel erg wennen aan het Spaanse. Want ja, ik ken geen Spaanse taal. Ja, por favor. En dat zegt me dan nog wel iets. Maar voor de rest eigenlijk niks. Daarna heb ik Flikken gekeken. Dus dat was het ook. Mijn boek is ook alweer bijna uit. En ik had hier een bult bij mijn oor. En ja, ik weet niet wat het was. Er kwam ineens een bult. Ik dacht, wat is dit? Ja, ik wilde het sowieso in de gaten houden. Want als die groeit natuurlijk, dan moet je ermee naar de dokter. Maar ik heb het idee dat hij aan het krimpen is. Want ik lag in bed en toen voelde ik dat ik wel. Volgens mij wordt hij kleiner. Ik kon er ook niet echt goed een foto van maken. Dus ik kon het zelf ook niet zo goed zien. Ik kan het zelf niet goed zien in de spiegel. Mijn haar zit er ook voor. Elke keer geprobeerd mijn haar aan de kant te houden. Dan krijg ik wel een foto, maar ik kan niet zo goed zien wat het is. Maar ik heb het idee dat hij wel wat aan het krimpen is. Dus dat is natuurlijk mooi. Ik ga zo de was maar eventjes in de kast opbergen. Even wat papieren opzoeken. Dus ik ga gewoon eventjes wat dingetjes doen. En dan ja, neem ik die straks wel mee als ik boodschappen ga doen. Maar dat duurt dus nog eventjes. Zometeen even stofzuigen. Ik had dus eigenlijk nu wel de boel kunnen doen. Maar goed, het is ook wel prima dat het al klaar is nu. Dus ja, dat ga ik zometeen maar eventjes doen. En dan misschien nog even wat bullet journal. Ik ga wel eventjes kijken of en wat. Dus ja, verder eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Ook in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Niks interessants in ieder geval. Dus ik ga maar eventjes wat met de was doen. Want ja, die moet eigenlijk ook wel even netjes in de kast. Dus ik ga eventjes wat doen. En dan zie ik jullie sowieso weer later als ik terug ben. En ik neem jullie dan nog eventjes mee met boodschappen doen. Ik sta dus even voor de spiegel. Maar kijk even hoe blond de onderkant van mijn haar weer wordt. Als ik zo naar achter kijk, is deze pluk. Het wordt alweer heel erg blond. Ik heb er niks aan gedaan hoor. Maar ik merk gewoon dat het heel snel ja, weer wat blonder wordt. Heel gek eigenlijk ook wel. Maar ja, dan krijg je straks weer het gezeik dat ik twee kleuren haar krijg. Maar het wordt dus wel weer ja, vrij blond. Maar dat kan een beetje ook komen door de zon. Al ben ik niet heel veel in de zon geweest. Maar nou ja, goed, het is even wat het is. Ik heb trouwens even mijn favoriete geurtjes op vandaag. En dat is deze van Lely Kaka. Dit is Black Vloeds. Dat is deze. En dit heeft dus een zwart parfum. Hij is heel lekker zoet. En hij is heel erg lekker. Echt een van mijn favorieten. Dat de geur dan weer ruikt, daar word ik er helemaal blij van. Dus ja, Fame Lady Gaga Black Vloed is echt een aanradertje. Thuis van de boodschappen. Ik ben even langs mijn favoriete snackbar geweest en heb even wat te eten opgehaald. Dus dit ga ik me eerst even opeten. En ik laat sowieso nog wel even de boodschappen zien. Dus even kijken of dat straks lukt. Maar nu in ieder geval eerst eventjes lekker eten.
Oké, even de boodschappen. Dan kan ik het zo opruimen en dan kan ik daarna lekker douchen, want mijn eten is inmiddels op. Ik had ook een blikje cola, maar die heb ik bij mijn eten al gebruikt. Ik heb alvast paaskoekjes meegenomen. Ik wil een moesje maken, want ik heb een chocomoesje en daar heb ik verse slagroom voor nodig. Eieren, die ik eigenlijk nooit koop, maar twee keer slaapwinkel, want die waren 2 voor 4. Ik heb Shirley schaap, want ik had weer een beestje. Ik heb haricot verts. Een chocoladereep voor in het moesje. Roomboter. Spekjes. Nou, de volgende tas. Chocomel. Tijger, wil je uit beeld? Dank je. Bonen. Ik ben olie aan het hamsteren, want de olie die gaat nu hard, maar je mag overal maar 1 flesje kopen. Dus ik heb nu een kleintje voor bij mijn groenten. Patat. Aardappelschijfjes. En dan nog een paar dingen. Dus daar heb ik ook alvast een grote, want ik wil met Pasen nog een keer fondue. Dus daar heb ik ook olie voor nodig. Vochtig wc-papier. Bakboter. Ik ben het gewoon wc-papier vergeten. Zit me nu te denken, maar ik ga dinsdag weer. Dus. Wassertsuiker. Melk. En gewone suiker voor in de koffie. En ik heb eventjes nog een paar leuke dingetjes voor in de paastak. De lotion, die wilde ik graag proberen. Hand- en nail lotion van Kruidvat. Die was een 1 plus 1. En wat had ik nog? Oh ja. Eventjes baby shampoo, want die heb ik weer nodig voor de kwasten. Ik ga opruimen, dan ga ik zo even douchen en dan ga ik straks lekker tv kijken. Een huis vol ga ik kijken. Daarna niet echt meer wat. Ik moet de thumbnail nog even maken. Mijn artikel even schrijven. Ik moet er nog een paar foto's vooraf. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en ook weer flikken. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu even opruimen en lekker douchen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 24 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond echt heel erg dorst gehad van het eten. En het kwam nu toevallig zo uit. Ik kan normaal natuurlijk niet heel vaak eten ophalen. Maar mijn coach was er om 4:30. En ik doe zo'n beetje 1,5 uur over mijn boodschappen. Misschien best wel lang. Ik weet niet hoe lang de gemiddelde persoon erover doet. Maar ik doe dan natuurlijk boodschappen voor de hele week. En er zitten ook de winkels bij. Bijvoorbeeld een drogisterij of een andere winkel die ik moet bezoeken in die 1,5 uur. En ik doe ook meerdere supermarkten aan. Dus ik zat al een beetje vooruit te denken van 4:30, iets over 4:30. Nou, dan zou ik rond 6 uur klaar zijn. Ik denk, nou, dan kom ik thuis. Als ik dan nog zelf eten moet maken, had prima gekund. Ik denk, nou, meestal ben ik best wel moe naar de boodschappen. Dus ik denk dat ik even makkelijk doe. Dus ik had gewoon eventjes gebeld of ze het om 6 uur klaar konden hebben. En toen was ik zelfs al voor iets voor 6 was ik daar al. Toen heb ik daar gewoon even gewacht. Dus eigenlijk kwam het nu prima zo uit. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, zijn jullie mensen die vroeg eten? Of ben je ook liever van het wat later eten? Ik kan het zelf niet. Als ik iemand hoor zeggen, ja, ik eet om 5 uur, dan denk ik, wow, dat is best wel vroeg, weet je wel. Ik zou dat zelf niet kunnen. Ik weet nog wel heel vroeger, toen nog heel klein was, toen moesten we soms wel eens tussen de middag eten. Ja, daar zou ik ook niet aan kunnen denken dat je tussen de middag warm eet. Maar dat is gewoon echt puur wat je gewend bent natuurlijk. Maar het was in ieder geval heel lekker, dus ik heb gisteravond even goed gehydrateerd met water. En drinken dus. Ik had trouwens bij het Kruidvat gisteren ook nog een potje van de huid, haar en nagels meegenomen. Want ik kwam bij de kassa en toen stonden die daar. Die waren nu 2 euro. Ik geloof dat ze normaal 2,69 zijn. Dus ik denk, nou, het scheelt toch weer 69 cent met de weekactie. En die voor mij schoot al weer op. Ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval alweer staan. Ik heb gisteravond verder eventjes lekker gegamed en dit is mijn huis gekeken. Ja, het is op zich wel grappig, maar het is natuurlijk wel elke week een beetje hetzelfde. En ik hoor het mijn moeder nu zeggen. Ja,
Het is eigenlijk elke keer weer hetzelfde, alleen andere mensen. Mijn moeder zegt het ook heel vaak en dat is met dit programma ook inderdaad wel echt zo. Want je hebt elke week een beetje ja, hetzelfde concept. Mijn moeder had het nu voor het eerste keer een stukje gekeken. Nou, ze zegt, ik vind net wie van drie. Maar ze hadden het nu ook voor het eerst een keertje goed geraden wie daar daadwerkelijk woonde. Dus die mensen die hadden 1000 euro verdiend, geloof ik. Ik heb even een thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dus wat dat betreft was ik lekker op tijd klaar. Ik heb nog wat nieuwe boeken binnengehaald. Die kunnen op de e-reader vanavond. Want ik heb mijn boek ook uitgelezen weer. Dus ik moet weer een nieuwe kiezen. Raar altijd. Ik weet nooit waar ik zin in heb. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken. Ik ben er alweer bijna doorheen. Vind ik wel echt super jammer. Want ik vind hem wel echt super goed. Lekker flikken, dus dat was het ook. Ik ga nu even stofzuigen, dan breng ik even de boodschappen naar boven en dan ga ik eventjes een video opnemen, want die moet ik nog opnemen voor zaterdag. En daarna nog even bullet journalen, dus dat is het ook voor vandaag. Dus ik ga dat nu allemaal eventjes doen en dan zet ik jullie bij het bullet journalen er nog wel eventjes bij. Ik probeer nu mijn oude mus af te ronden, zodat ik lekker met mijn nieuwe aan de gang kan, maar ik moet even gaan kijken of het allemaal gaat lukken. Ze hebben hun eten weer op. De video staat erop. Ging allemaal wel redelijk vlot. Ik heb een beetje jeuk op mijn hoofd. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. En dan straks even lekker douchen. Ik heb wel even lekker gebullet journaled. Maar ik had gehoopt een hele pagina af te krijgen. Dat is nog niet eens gelukt. Want er moeten nog wat dingen bijgeplakt worden. Maar nou ja. Wat ik heb gedaan, heb ik weer gedaan. Nou, straks eventjes eten en dan vanavond heb je meester Frank Visser. Dat uitspraak, dat ga ik ook wel even kijken, vind ik altijd nog wel leuk. Verder heb je niet heel erg veel om te kijken, dus ik ga sowieso even Animal Crossing spelen. Verder niet heel veel bijzonders, ik moet even foto's bewerken. Ik ga sowieso verder met mijn Netflix-serie. En ik denk dat ik de e-reader nog even aanvul met wat boeken die ik weer heb gevonden. En sowieso heb ik vanavond weer flikken en ja, dus een nieuw boek uitzoeken. Dus dat wordt het ook wel eens verder niet heel bijzonder. Ik hoef de verwarming hier niet aan te zetten, want het is hier 20 graden. Dat scheelt er wel. Ik heb de afgelopen dagen de verwarming niet aan hoeven hebben, want ik zet hem toch nooit hoger dan 20. En het is hier gewoon 20 graden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het volgende week gaat zijn. Want dan zou het wel weer 10 graden frisser zijn, maar dat gaan we wel zien. De nagellak gaat het straks wel af, want het is niet meer heel erg mooi. Dus dat kan ik er mooi even afhalen. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe de rubberbeest eruit ziet als de nagellak eraf is.
Dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ik ga even lekker de bank op. Want ik had er wel een aspirine genomen. Maar ik doe nog niet zo heel veel. Maar ik moet ook even wat gaan drinken. Dus nou, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 25 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wat nieuwe make-up getest. Dus altijd wel weer leuk. Maar ik had straks even stress. Ik kreeg namelijk een telefoontje en ik nam gewoon op. Het was een Nederlands nummer. Toen hoorde ik een Engels bandje. Dus ik heb gelijk opgelegd. Maar de stress kwam een beetje vandaan. Ik heb gisteren een mailtje gekregen van mijn woningbouwvereniging. En daar stond dus in dat criminelen geprobeerd hebben een cyberaanval te plegen, als je dat zo noemt, op hun gegevens. Ze hebben die aanval wel kunnen stoppen, maar ze weten niet hoeveel schade er is aangericht. Dus ze weten niet of die criminelen uiteindelijk dus bij de gegevens van huurders kunnen. En of ze dus eventueel je gegevens allemaal hebben. Ja, er zitten dus ook bankgegevens bij volgens mij. En je telefoonnummer, adres van alles. Dus je moet nu heel erg alert zijn, ook als je een mailtje krijgt. Dus je moet nu heel erg gaan onderscheiden van, klopt iets? En ja, dat soort mensen zijn natuurlijk heel goed in dingen namaken. Dus je moet eigenlijk nu gewoon, als je een mailtje krijgt, gewoon, en het is van je woningbouwvereniging, moet je eigenlijk gewoon gaan bellen van, joh, klopt dit? Dus ik schrok daar een beetje van. En toen kreeg ik dat telefoontje. Toen was ik helemaal alert. Het was ook geen anoniem nummer. Ik heb altijd anoniem beller heb ik uitstaan. Als iemand mij anoniem belt, ga je gelijk door naar de voicemail. iPhone ondersteunt dat. Die telefoontjes krijg ik zelfs niet eens binnen. Ik zie dan uiteindelijk wel, ik heb een oproep gemist. Daar staat dan een nummer bij. Meestal ga ik dat nummer dan ook eventjes achterhalen. En is het vaak weer iemand die je weer een energiecontract wil aansmeren. Maar ik was daar zo klaar mee. En aangezien het bel me niet register er niet meer is. En ze eigenlijk die telefoontjes al vanaf vorig jaar juli niet meer mogen doen, gebeurt het nog steeds. Het is wel zo dat als een instantie mij moet bellen en ze zeggen bijvoorbeeld we gaan jou terugbellen, zeggen ze er vaak al wel bij, wij bellen anoniem. Dan zet ik wel eventjes het anonieme bellen blokkeren uit. Maar zodra ik dan zo'n telefoontje heb gehad, gaat het ook gelijk weer aan. Dus dat was wel even stressvol. Ik heb gisteren Meester Frank Visser gekeken. Was wel weer interessant. Ja, ik had het wel leuk om even naar te kijken. Goede Tijden was super spannend. Dus vind ik het wel jammer dat het vanavond niet komt. Ik heb foto's bewerkt. Ik heb wat nieuwe boeken op mijn e-reader gezet. Ik ben ook met een nieuw boek begonnen, maar ik weet geloof ik nog niet zo goed wat ik ervan vind. Dus ik moet nog even kijken of ik door wil met dit boek. Ja, heb je soms ook. Heb je met series ook. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken. Vanavond de laatste aflevering. Super jammer. Ik hoop ergens dat er nog wel seizoen 2 komt. En ik heb Flikken gekeken, dat was het. Ik heb de nagellak eraf gehaald. Zoals je kan zien zit de fiberbase er nog... De rubberbase zit er nog op. Je ziet nog wel wat randjes. Maar oké, het zit er nog op. Ik ga zo wat kleine klusjes doen. Ik ga eventjes... Ik heb een hele grote doos van een oude stofzuiger. Die moet plat. Die ga ik naar de oude papierdoos brengen, want die wordt morgen geleegd. Mijn tas die heeft bij het handvat is een draadje los. Die wil ik even vastmaken, want dan kan die niet verder gaan. Ik wil even de pot met paaseitjes bijvullen. Ik moet eigenlijk nog de medicijn een beetje opruimen. Ik ga jullie gewoon meenemen. Het is eigenlijk gewoon een dagje met wat kleine klusjes. Ik moet uiteraard gewoon even stofzuigen in de kattenbakken doen. Maar ik zal eerst even checken, want volgens mij wordt morgen de oude papierbak gelegen. Want het is natuurlijk de laatste zaterdag van de maand. Oh ja, morgen gaat die verrekte klok vooruit. Verschrikkelijk vind ik dat. Ik kan daar niet tegen. Ik ben meer van de winterperiode. Herfst, winter. Ik vind als je dan dat uurlange licht hebt. Oh, ik ga er zo niet goed op, jongens. Ik heb het altijd al gehad. Ik vind het zo ongezellig. Ik hou van de lampjes aan. Lekker voor de tv. En nou, dat heb je dus niet met dat lange licht. Oké, morgen komt oud papier. Ik ga die doos pakken, die ga ik even plat maken. Dus ik ga jullie gewoon meenemen met kleine klusjes. Ik zou boven nog het een en ander kunnen doen, maar ik heb een beetje hoofdpijn. Niet zo heel veel zin. Ik moet eigenlijk het rommelhok gaan uitruimen. Daar kan ik jullie sowieso niet bij zetten, want het is daar te donker. Dus ja, nu maar even wat kleine dingetjes doen. Dus ja, ik ga even aan de gang. We'll be right back.
Zo, ik heb toch best wel wat klusjes kunnen doen. De oude papier, die grote doos is plat. Mijn tas is gemaakt. De paaseitjes zitten nu in de pot. Alleen een beetje jammer dat de zon er nu op staat. Dus misschien dat ze een ander plekje moeten krijgen. Want de kans is natuurlijk aanwezig dat ze nu gaan smelten. En dat wil je niet. Ik heb zelfs nog een stukje van het balkon geveegd. Maar dat was nog niet zo succesvol. Want ik merkte dat er toch nog best wel veel wind stond. Dus alles waaide eigenlijk net zo hard weer overal heen. Er is wel wat weg, maar daar moet ik gewoon echt nog even mee wachten. Ik denk, nou, ik kan het proberen. Maar dan weet ik dat ook weer dat dat nog niet echt een succes was. Ik heb even lekker gebullet journaled. Ik heb alvast een koffer gemaakt voor mijn nieuwe mus voor januari. Ik heb één verhaal weer helemaal afgerond. Ik geloof dat ik... Ik moet nu nog twee verhaaltjes voor mijn oude mus. Dus dan is het... Als het goed is, het zijn wat kortere verhaaltjes. Dus daar ben ik niet zo heel lang mee bezig. Ik heb er ook nog even een was in gedaan. Die is nu aan het centrifugeren. Dus die kan zometeen de droger in. Want ik denk dat die bijna klaar is. Had ik nog meer gedaan? Ja, boven nog eventjes een boodschappentas opgeruimd. De boodschappen even opgeruimd. Mijn schoenen weer terug op hun plek. Dus wat dat betreft heb ik best wel wat dingetjes gedaan. Maar ja, gewoon meer wat kleinere dingetjes. Dus niet echt één heel groot project of zo. Maar dat was ook prima. Ik heb de katten het eten gegeven, maar ze eten slecht. Want ik heb nu in de bakjes... Muis zit nu aan het bakje van Mickey. Er zit nog dit in. Voorzichtig, hè? Anders ga je spugen. Een tijger heeft het ook weer laten staan. Dus ja, dat is niet zo heel erg handig. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Vanavond flikken Maastricht. Maar ik dacht, ik zal het even nakijken, dat dat pas om 9 uur begon. Volgens mij kwam het laat. En ik weet niet wat daar de reden voor is. De laatste weken begint het sowieso wel wat later. Ik ga eventjes in de gids kijken. Maar heeft hij er weinig zin in? Oh ja, even kijken hoor. Nee, hij staat wel gewoon op 20:33. Nou, het is heel erg raar, want ik had gisteren het jaar van Fortuin begint. En dat lijkt me best wel interessant om te kijken. Dus ik had het opgenomen, maar die begon pas heel laat met opnemen. Dus ik moet even kijken of dat hij straks wel goed staat. Verder ga ik even Nieuw Amsterdam kijken vanavond naar Flikken Maastricht. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet even mijn blogpost schrijven. Ik ga uiteraard verder met de laatste aflevering van mijn Netflix-serie. Wel heel jammer. Morgen weer drama. Wat ga ik kiezen? Maar goed. En vanavond ga ik verder met Mokkerdommafia. Dus dat wordt het verder eigenlijk ook wel. Dus niet heel spectaculair of zo, maar wel gewoon lekker. Dus ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga even een aspirintje nemen, want ik heb nog steeds hoofdpijn. Ik had gehoopt dat het eigenlijk een beetje af zou zakken, maar is niet gebeurd. Dat ga ik even doen en dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien, want ik ga verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag, het is 26 maart. Ik ben klaargemaakt en ik heb zoveel last van de hooikoorts. Het is prachtig weer buiten en heel veel mensen vinden dit geweldig. En ik verlang eigenlijk toch wel naar een regenbuitje, want ik ben heel erg veel aan het niezen. Ik merk het aan mijn ogen, die jeuken. In je ogen kan je niet echt krabben. Dus ik zit eigenlijk wel echt te springen om dat regenbuitje. Omdat ik er gewoon best wel veel last van heb met de hooikoorts. Maar goed, het is niet anders. Daardoor kan ik ook geen lenzen in met hooikoorts. Want je hebt jeuk in je ogen, dan moet je krabben. En dan wil je niet dat wil je niks in je ogen hebben. Gisteravond, Flikken Maastricht. Zo, dat was spannend. En hebben we hierna nog één aflevering en dat merk je. Want het komt nu echt een beetje tot een hoogtepunt, zeg maar. De verhaallijn van het hele seizoen. Merkte wel een klein foutje, want op een gegeven moment zei een man van jullie werken al 15 jaar samen. Wolfs en Eva, maar het is 16 jaar, want het is in seizoen 16. Dat klopte niet helemaal. Maar het was zo spannend en ik dacht echt, oh wauw, het is echt heel erg spannend. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken, dat was ook wel heel spannend. Er komt hierna nog één seizoen van en dan is het ook klaar. Dus dat was ook wel heel erg mooi. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb de... een blogpost geschreven. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Die was ook al zo super spannend. Heel onverwachts.
Nou ja, echt, ik vond het echt een aanrader, die serie. Ik vind het heel jammer dat die over is. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vanavond weer een soort mooie serie kan vinden. Er staat natuurlijk genoeg op, maar ik weet nooit zo goed waar ik zin in heb. Mokro Mafia was ook al zo spannend. Dus ik had eigenlijk een avond vol spanning qua series. Dus ja, dat was echt heel erg fijn. Ik ga zo meteen even stofzuigen. Daarna ga ik eventjes de kwasten wassen, want die zijn heel erg vies. Ik wil nog mijn moesje maken, maar dat moet ik morgen doen. Want die kan je, volgens mij is het het beste om die dezelfde dag te eten. Dus ik ga dat morgen even proberen. Moet ik eieren scheiden en zo. Dat vind ik allemaal niet zo fijn. Maar dat ga ik morgen doen. Dan ga ik jullie dan morgen wel even bijzetten. Dus nu is het kwasten wassen. Misschien nog even wat opruimen. En dan ga ik zo meteen, ga ik straks nog even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik kreeg nog wel een super lief filmpje van Lente. Door die was aan het glijden op haar glijbaan. En Lente wordt zo groot. Ik zei ook echt van waarom wordt zij zo groot? Jij zegt Nathalie omdat ze gezond is. Ja, ik ben je ook super dankbaar voor dat ze zo gezond is. Maar ze groeit wel school zeg. Allemachtig. Dat gaat echt hard. Goed, ik ga even stofzuigen. En dan ga ik de kwasten even wassen. Want die zijn echt eventjes lekker toe aan een schoonmaakbeurtje. Dus daar ga ik jullie bij zetten. Zo, het is ook even tijd om deze te ontkalken. De waterkoker. Ik heb hier keihard water in. Dan zie je dat er witte aanslag in komt. Ik gebruik deze zo'n 3 keer per week, dus wel goed om dat weer eventjes te doen. Ik doe hier gewoon water met soda in, dat kook ik. En dan kook ik hem nog een keertje na en dan is alle aanslag eruit. Dus dat ga ik nu ook gewoon gelijk mooi eventjes doen. Hier worden inmiddels de laatste brokjes weggegeten. De waterkoker is wel klaar, maar ik zie nog steeds een kleine aanslag. Dus het is niet zo goed gegaan. Dus misschien dat ik het nog een keer met azijn moet doen. Normaal werkt soda wel, maar dit keer is het niet zo effectief geweest. Maar hij moet nu toch eerst even afkoelen en dan, ja. Misschien dat je het op een gegeven moment er ook niet meer uit krijgt hoor. Het is zo hardnekkig dat die aanslag. En ik doe het echt wel regelmatig, maar... Ja, ik heb het idee dat het nu een beetje aan het verminderen is. Ik ga zo nog even lekker relaxen en daarna lekker douchen en eten. Ik heb even heerlijk gebullet journal. Dat was wel even fijn. Nou ja, het boek voor mijn blog en YouTube kanaal bijgewerkt. Dat was wel heel prettig. Ik heb zelfs al nu een kalender, daar ben ik mee bezig geweest. Dus ja, het was wel eventjes lekker relaxen. Muziekje erbij aan. Echt heel erg fijn. De kwasten zijn lekker schoon. Ik heb boven al wat opgeruimd. Ik had een hele doos staan met make-up van Kruidvat. Daar ga ik nog een aparte video voor opnemen. Daar heb ik alvast wat producten voor uitgezocht wat ik kan gaan gebruiken. Want ik kan niet alles gebruiken. Tenzij we een kunstwerk willen maken van dit gezicht. Maar dat lijkt me niet echt nodig. Dus dat heb ik mooi ook al eventjes gedaan. Verder heb ik... Ja... Beetje opgeruimd, alvast eventjes. Ik had nog een haarhanddoekje liggen boven, een nieuwe. En nog een theedoek en een handdoek. Die heb ik alvast in de wasmachine gestopt, want die was moet maandag aan. Oh, hij is fijn. Tijger. Tijger springt op tafel en ze gaat zo zitten krabben. Dus ik zie dat haar overal heen vliegen. Ja, heel fijn. Niet dus. Vanavond nog één keer weet ik veel. Dus vanavond de laatste keer. Dus ik hoop dat ik een 6 ga halen. Ik ga mijn best doen. Daarna ga ik even de Alles Kunnen Vips kijken. Ik ga de vlog alvast voor het grootste gedeelte editen. Maar vannacht moet natuurlijk die klok vooruit. Dus je moet er even rekening mee houden dat je een uurtje korter hebt.
Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik weet nog niet welke, dus dat horen jullie wel weer morgen. Als ik de naam tenminste kan uitspreken. En ik ga verder eventjes lekker Mokro Mafia kijken, dus dat wordt het ook. Dus ja, verder niet heel veel op de planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu even lekker relaxen, want ik heb nog steeds een beetje hoofdpijn. En als het goed is, zou Nathalie nog eventjes bellen straks. Dus ja, dat ga ik gewoon eventjes doen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze zondag. Het is 27 maart. We hebben de klok weer overleefd. Ik ben minder zombieachtig dan verwacht. Ik had verwacht dat ik echt mijn ogen ergens hier zou hangen, maar dat valt reuze mee. Dus dat is wel top. Het is wel mooi weer, maar het is wel frisjes buiten, moet ik zeggen. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk, want ja, het is nog maart en ja, het is nou niet zeker dat je gelijk mooi weer hebt natuurlijk. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Ging weer niet zo lekker. Ik had helaas geen voldoende. De app viel weer uit, dus ik heb weer twee vragen gemist. Was echt super jammer. Het was ook de laatste keer. Het was ook prima. Over 2 weken komt weer, oh wat een jaar. En dat vind ik super leuk. Ja, ik heb weer een puist op mijn kin, jongens. Echt niet normaal. Verder heb ik even de alles kunnen teruggekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Ik vind de VIP-versie altijd leuk. De normale versie, dat interesseert me niet zo. Maar de VIP-versie vind ik altijd wel heel erg leuk. Zo, lekker hoesje. Ik heb een zere neus hier. Het randje doet heel zeer. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte afgemaakt. Ik ben ook met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Maar dan moet ik eventjes kijken hoe die ook alweer heette. Want dat ben ik eventjes vergeten. Ik log gewoon even in op de app op mijn tablet. Dan kan ik als het goed is terugzien wat ik voor het laatst heb gekeken. Dat is altijd wel handig, want dat onthoudt hij. Ik heb Inventing Anna gekeken. Dat gaat over het is een waar gebeurd verhaal. Het gaat over een meisje die heeft zich voorgedaan als hele rijke miljonairsdochter uit Duitsland. Die heeft een high society klasse opgebouwd. Ging met heel veel bekende mensen op de foto. En uiteindelijk is ze in hotels verbleven, in luxe suites en heeft ze rekeningen nooit betaald. Daar zit ze dus voor vast. En ja, er is een journaliste die gaat dat uitzoeken. Maar het is dus een waar gebeurd verhaal. Het is een miniserie van 9 afleveringen. Maar het zag er wel interessant uit. Dus daar ben ik nu gisteren mee begonnen. Dus op zich wel een mooie serie. Ik heb lekker Mokro Mafia gekeken. Ik heb hierna nog 2 afleveringen. Het was ook wel super spannend gisteren. Dus ja, dan ben ik er ook alweer doorheen. Dus het gaat wel hard. Maar goed, daar komt wel een seizoen 5 van. Ik heb het boek lekker gelezen. Dus op zich dikke prima. Ik ga zo even de kattenbakken scheppen en even stofzuigen. Dan ga ik eerst even de groenten afhalen en dan ga ik het chocolademousje daarna maken. Ik heb alleen maar helaas een recept voor 3 personen, want lager dan dat kon je niet. Dus nou ja, dan moet ik het maar even in een wat grotere glas scheppen. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij zetten, want ik vind het zelf ook wel leuk om te gaan doen. Want ik heb het ook nog nooit gedaan. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Maar eerst even stofzuigen en eventjes lekker een muziekje aan en dan eventjes de groenten doen. En dan zet ik jullie er zo bij als ik het chocomousje ga maken. En uiteraard ga ik straks foto's maken en dan zal ik even de foto's willen laten zien. Dat is voor nu eventjes de planning, dus ik ga eventjes wat doen.
tijd voor de fotospullen. Ik heb hier een aantal lakjes uit de Heep Heep Hooray lijn. Dat zijn deze. Dit zijn een beetje lentelakjes. Heel leuk. Ze hebben ook een aantal grote. Die horen ook in deze lijn, maar zijn niet per definitie speciaal. Dit zijn gewoon de eikelnails lakkers. Dus die. Ik heb hier een inkbrush tattoo liner waterproof van Catrice. En ik heb hier een aantal lippenbalsams van Crazy Rumors. Een Black Cherry, een Spice Chai, een Bubblegum. Die lijkt me ook wel heel lekker. Orange Creamsicle. En de Friends van Julia. En ik wil ook even alvast deze fotograferen, want die lijkt me ook wel heel fijn om te gaan proberen. Daar wil ik dus een review van schrijven. Dus dit zijn even alle producten. Ik heb hier nog de Blueberry Lemon. Dus hier ga ik nu even foto's van maken, want het liep allemaal even niet zo lekker zoals ik wilde. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Dit is het uiteindelijke resultaat van de mousse geworden. Ik vind hem niet zo mousseachtig als ik had verwacht, dus ik hoop wel dat het lekker is. Dus ik ga hem nog even in de koelkast laten staan, want ik eet hem pas straks na het eten. Maar nou, ik heb het idee dat hij een beetje mislukt is. Nou, klaar. Niet zo'n relaxe zondag als dat ik normaal heb. Het moesje maken op zich, het was wel leuk om te proberen. Ik weet natuurlijk niet of het lekker is. Ik hoop dat het goed gelukt is. Het viel mij nog best wel tegen, moet ik zeggen. Het ziet er heel makkelijk uit, maar als je er helemaal mee bezig bent, viel het toch wel erg tegen. Ik ben ook gewoon niet gewend om met eieren en zo in de gang te gaan. Dus ik liet al een ei kletteren. Die ging al de vloer op. Dus ja, alles was ei natuurlijk. Dus dat heb ik snel weggedweld. Ik heb het wel 3 keer of 4 keer gedweld. Dat ik zeker weet dat het niet meer pikt. Maar ja, ik hoop dat het lekker is. Ik weet het niet. Ik had er geloof ik iets meer van verwacht. Dus als het ook tegenvalt, weet ik niet of ik het nog een keer ga doen. Maar goed, dat is eventjes afwachten. De foto's zijn wel klaar. Ik heb inmiddels alles opgeruimd. Ik moet alleen nog importeren, want daar ben ik niet meer aan toegekomen. Want hun moesten eten. En het tijgertje was weer heel vervelend. Die kwam weer steeds de fotohoek in. Dat ik weer geen goede foto's kon maken. Dus nee, al met al vond ik deze dag gewoon een beetje tegenvallen. Maar goed, soms heb je van die dagen. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je alleen Million Dollar Island. Dat wil ik wel zien. Ik denk dat ik daarvoor even dat van Pim Fortuyn ga kijken. Die serie die begonnen is. Want daar ben ik wel benieuwd naar. En je hebt wel Alberto Stegeman. Maar dat is herhaling. Dus dat hoef ik niet te zien. Of Beat the Champions. Maar dat denk ik verder ook niet. Dat vind ik ook steeds hetzelfde. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Verder moet ik foto's bewerken. En ga ik wel even lekker... mijn nagels ook weer doen. Ik ga mijn serietje kijken. De Netflix serie. En vanavond is Flikken. Maar die moet ik even op internet opzoeken. Want dat is een vervolg. En die staat er dus niet op. Ook niet op Videoland. Die moet ik even opzoeken. Wordt wel waarschijnlijk vervelend kijken. Want er zit reclame tussendoor. Zeiden mijn moeder en Nathalie. Maar goed. Ik wil toch graag het vervolg zien. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik weet ook niet of het heel goed is doorgekomen met het maken van het moesje. Maar dat ga ik wel zien met editen. Maar goed. Ik ga straks zien hoe die smaakt en dan zullen jullie morgen horen hoe die, wat ik ervan vond. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 28 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen hier lekker aan de gang, want de kattenbakken die stinken nu in de wind. Die moeten nu even weer heel erg verschoond worden. Ik ga de douche lekker doen. Er liggen ook weer allemaal kleine muizenhaartjes. Muis heeft altijd de behoefte hier. Als ik naar de wc ga of wat dan ook, dan wil zij mee. Nou, liever niet. Dus ik hou muis er elke keer weer uit. Maar toch, altijd liggen er altijd van die kleine haartjes. Dat heb ik altijd al heel snel. Dus daar baal ik altijd een beetje van. Maar goed, ik ga het straks weer eventjes lekker verwijderen. En de gang eventjes doen. En ik moet eventjes de handdoeken draaien. Want de handdoeken, die moeten echt even gewassen worden. Gisteravond, ik heb het jaar van Fortuyn gekeken. Dat is een nieuw programma. Is afgelopen vrijdag begonnen op NPO 1. Dit gaat over het laatste jaar van Pim Fortuyn. Dat hij eigenlijk ook actief werd in de politiek. Laat ik wel voor opstellen. Ik weet niks over deze man. Ja, ik weet dat hij vermoord is. Ik weet een beetje waar hij voor stond. Maar dat is het ook. Het is dit jaar wordt het 20 jaar geleden dat hij vermoord is. Het is in 2002. Volgens mij was het 6 mei 2002 dat hij vermoord werd. Als ik het goed heb. Ik kan me dat moment nog wel herinneren. Wij waren op dat moment bij mijn opa en oma. En toen kwam dat heel groot in het nieuws dat hij neergeschoten werd. Ik weet die beelden ook nog een beetje. Die waren best wel heftig.
Maar verder weet ik helemaal niks. En toen deze serie aangekondigd werd, had ik wel zoiets van, nou, ik ben best wel benieuwd. Er worden ook namen genoemd en die namen die heb ik dan wel eens horen vallen, maar wat ze precies doen, dat weet ik ook niet. Ik was wel heel erg onder de indruk van de rol van Jeroen Spitzenberg, hoe hij Pim Fortuyn neerzet. Ook gewoon de spraak, die kwam denk ik vrij overeen. Hij heeft zelf zijn eigen haar afgeschoren voor deze serie, want het waren zijn eigen woorden. Hij zei, ik wil geen badmuts dragen, dus waardoor je iemand kaal kunt maken. Dus hij heeft ervoor gekozen zijn haar af te scheren. Ook best wel, ja, een dingetje. Maar oké. Ja, ik vond de eerste aflevering best wel interessant. Dus ik ga dit zeker verder kijken. Want ik vind het wel... Ja, misschien dat je zo toch nog wat meer informatie over iemand krijgt die eigenlijk al zo lang niet meer in leven is, zeg maar. Dus ja, ik vond het interessant. Ik heb daarna Million Dollar Island gekeken. Er waren 3 mensen, werden van het eiland gestuurd. Heel goed, ze hadden provocerend gedrag uitgeoefend, wel buiten de camera. Dus ja, die werden weggestuurd. Dat vond ik ook wel heel goed. Er gaan ook steeds meer mensen weg. Dus nou ja, goed. Mijn nagels gedaan. Deze kleur, hij matcht een beetje bij mijn lipkleur. Daarom heb ik ook een wat donkerdere lipkleur opgedaan. Dat is dit lakje met de naam 06 Vibrant Magma. Of Magma, hoe je het ook wilt uitspreken. Dus dat is deze. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb de Netflix-serie gekeken. Ja, vind ik ook heel interessant. Ik kende deze vrouw ook totaal niet. Had er nog nooit wat van gehoord. Maar zo krijg je eigenlijk een kijkje in hoe mensen dingen kunnen doen. Omdat het dus waar gebeurd is. Daarna Flikken. Flikken die moest ik via internet terugkijken. Ik had namelijk een vervolgaflevering. Een paar weken geleden appte Nathalie mij. Joh, er ontbreekt een aflevering. Kun jij die opzoeken? Stond niet op Videoland. Toen had ik uiteindelijk een link gevonden. Was heel vervelend met kijken. Want je had continu reclame tussendoor. En toen had ik al wel een vermoeden waarom die aflevering niet opstond. En nu zag ik zelf die aflevering. Toen werd mijn vermoeden bevestigd. Want de acteur die in deze aflevering zat, die is in België veroordeeld voor het bezit van kinderporno. En toen hebben ze gezegd, wij zullen niks meer uitzenden waar deze man in zit. Dus vandaar dat die aflevering ontbrak. Maar ja, je wilt dan toch wel graag het vervolg zien. En nou, die heb ik dan toch via internet kunnen kijken. Maar nou ja, dat was het ook. Ik ga nu lekker even de was aanzetten en eventjes wat doen. Want ja, het is even hard nodig. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Zo, ik ben lekker klaar. Wel een beetje gedoe. Kaartje van mijn camera is vol. Dus ik moest dat eventjes oplossen door even met de telefoon te filmen. Want ik ga hem vanavond pas legen. Ik dacht eigenlijk dat ik nog even doorkom, maar dat redde ik dus niet. Maar ik heb jullie niet meer verteld over mijn moesje. Ik had natuurlijk gisteren die chocomoes gemaakt. En hij was heel lekker. Hij was uiteindelijk wel goed gelukt. Maar hij was wel heel machtig. Het probleem is ook dat je hem, het laagste voor wat je hem kan maken is 3 personen. En kijk, normaal zou je zeggen als je in je eentje bent, joh, weet je, dan verdeel je hem over 3 dagen. Maar je kan hem niet zo lang bewaren. Dus je moet hem eigenlijk vrij snel opeten. Dus dat is wel heel lekker. Maar ik denk dat de pure chocolade het nog machtiger maakte. Ik vond hem wel anders als dat ik die bij IKEA ken. Die vond ik denk ik wel lekkerder. Maar dit was absoluut ook niet vies hoor. En je kunt hem dus met elke chocolade maken die je wilt. Ben je meer van de witte chocolade, kan dat. Maar ook gewoon met melkchocolade. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Alleen het zou fijn zijn als hij er ook zou zijn voor 1 persoonsrecept. Maar daar ben ik nog niet naar op zoek gegaan verder of tegengekomen. Dan ben ik gisteren ook met de hand- en nail lotion begonnen. En die ruikt zo lekker. Ik weet natuurlijk nog niet wat ik ervan vind. Hier zit trouwens
toegevoegde keratine in en voedt en versterkt voor je handen en je nagels. Maar hij ruikt zo lekker. Ik ben helemaal enthousiast. Dus er zit chia butter in, panthenol, keratine. Ja, en dit zou er dus ook voor zorgen dat je sterkere nagels krijgt. Nou, ik ga hem lekker een poosje proberen, want alleen de geur, daar werd ik al heel blij van. Hier is alles verder klaar. Katten hebben net gegeten, douche is schoon, gang is schoon, kattenbakken zijn schoon, helemaal top. Ik heb zelfs nog een klein deeltje was opgeruimd. Mijn handdoeken die draaien nog, die zijn voorlopig nog niet klaar, want die moeten op 60 graden. Daar ben ik altijd wel even zoet mee. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weer uitstel van executie en de meilandjes. Dat ga ik lekker kijken, ik heb er zin in. Ik kan me er wel op verheugen. Verder wil ik even mijn blogpost schrijven. En ik moet dus even het kaartje legen. En ik ga gewoon een beetje rommelen op de computer. Nog even lekker gamen. Dus dat is het ook wel. En vanavond ga ik weer lekker verder met de Netflix-serie. Dus ook fijn. En heb ik weer lekker flikken. Dus eigenlijk een prima avondje voor de boeg. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga nu toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is al 29 maart. Ik ben klaargemaakt en ik ga straks boodschappen doen en daarna gezellig met mijn coach bij McDonald's eten. Dus dat is wel super leuk. Er is ook wel super veel zin in. Dus dat zijn al even leuke plannen. Dus van buiten is er van alles aan de gang. Ik ga ook even naar de Vibraton, want ik moet even een vaas hebben voor mijn paastakken. Ik heb gisteravond gekeken naar Uitstel van Executie. Het was ook een hele andere soort aflevering dit keer. Het ging over een koppel die had een huis gekocht en die was opgelicht door hun aannemer. En dat huis dat stond eigenlijk gewoon heel slecht erbij. Ze konden daar niet eens douchen. En nou ja, het ging allemaal niet. Ze hadden geen verwarming. En toen was het dus eigenlijk een beetje de vraag, wat gaan ze doen? Gaan ze het nu verkopen? En wat terugkopen? Of gaan ze het laten verbouwen? Nou, die verbouwing dat werd hem sowieso al niet. Toen hebben ze er toch voor gekozen om dat huis te verkopen. Nou ja, het kon toen met een hele goede winst verkocht worden. En toen hebben hun dus een ander huis teruggekocht. Maar daar hadden ze dus het programma voor ingeschakeld. Dus verder niet heel veel aan de hand qua schulden of zo. Maar dat was eigenlijk gewoon een beetje wat ze wilden, waar hun mee zaten. Ook wel leuk dat ze nu wat andere cases erbij pakken, vind ik zelf. Daarna de meilandjes. Ja, dat was wel weer heel grappig. Al gingen ze boodschappen doen, gingen ze naar een buurtsupertje die volgens mij best wel aan de prijs was. Je kon wel zien dat ze het niet gewend zijn om op een goedkope manier boodschappen te doen. Dus dat was, ja, je ziet wel gewoon dat dat soort mensen er best wel moeite mee hebben, zeg maar. Dat ze niet naar de onderste schappen kijken. Dus het geld ging er ook best wel hard doorheen, want Erika die lette ook niet op met tanken. Dus ja, die gooide er gelijk een heleboel geld in. Nou ja, ze hebben mee een auto. Dat werd een beetje een probleem, want Martien moest naar wie van de drie. Die heeft zich uiteindelijk laten ophalen. En dan had hij weer een hekel aan om mensen te bellen. Of iemand hem op kon halen. Dus ja, wat dat betreft was dat allemaal een beetje behelpen. Ik heb mijn artikel geschreven, of mijn blogpost eigenlijk. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, wel echt heel interessant. Ik ben wel blij dat ik deze heb uitgekozen. Ik vind het wel heel mooi. En daarna had ik flikken, dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb net even een nieuw Amsterdam ingesteld, dat was ik vergeten. Dat bedacht ik me ineens. Ik denk, oh, ik ga daar even een wekkertje voor zetten, anders vergeet ik het. Dat zou ik jammer vinden. Nou ja, verder eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Ik ga zo even stofzuigen. Ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is, maar die zal straks wel appen. Dan ga ik nog even wat was opruimen. Dan kan dat dan wel even in de kast en dan wacht ik wel tot zij er is. Dus ik ga jullie ook gewoon wel weer meenemen. Dus ja, ik ga nu even wat dingetjes doen en dan neem ik jullie wel eventjes mee als ik op pad ga. Dus dat is voor nu even de planning.
Zo, ik ben inmiddels weer lekker thuis. Ik heb ook al eventjes lekker gedoucht. Maar ja, ik kan nu gewoon wat later vloggen, omdat het natuurlijk nog licht is. Het was zo gezellig vanmiddag. We hebben zo gezellig even in het stadje rond. Ja, het is eigenlijk de stad, maar het is een klein deeltje van de stad rondgelopen. Het was echt super gezellig. Echt eventjes heerlijk. Dus ik ga jullie zo ook even de boodschappen laten zien. Ik heb spulletjes gekocht bij de Action. Ik ben ook bij de Vibra geweest. Daar ben ik ook goed geslaagd. Dus daar ga ik nog een shoplog van opnemen. Ik denk dat die als extra video voorbij komt. Dus ja, ik ben echt goed geslaagd. Ik heb mijn coletje nog staan van de Mac. Want die had ik nog niet helemaal op. Ik heb mijn ijsje in de auto opgegeten. Dus alleen dat rietje, dat is dus van plastic. Oh, papier, sorry. Ik ga er soms even een eigen rietje in doen. Want hij is helemaal nat nu. Ik ga jullie even neerzetten. Ga ik even de boodschapjes laten zien. En dan kan ik het ook eventjes gaan opruimen. Dus ik ga het even laten zien. Ik ben een keer bij de Goudhaarnet geweest. Ik heb een zakje met verse spinazie. Het is Hollandse spinazie. Dus die heb ik geschept. Die ga ik even dichtmaken. Want die ga ik donderdag lekker eten. Gatsie, ik heb nu papier in mijn mond van dat rietje. Oh, wauw. Dus die heb ik allereerst gehaald. Het was 65 cent voor 400 gram. Echt super goedkoop. Jij gaat niet naar de spinazie. Ja, ik heb hem dicht gedaan. Ik heb aardappelschijfjes. Ik heb weer even olie meegenomen. Weer even een kleintje. Je merkt echt dat de olie bijna nergens meer te koop is. We hebben een zak patat. Ik heb mijn bonen. Ik ben bij de Albert Heijn geweest. En bij Lidl en bij de Boni. Ik heb nu ook het kattenvoer bij Albert Heijn meegenomen. Ik ben eigenlijk... Hey! Dat gaat dus niet goed, want zij begint dus aan die zak. Ik heb een flesje met dikke bleek, want dat was ook op de chloor. En ik ga van het weekend mijn basisset in elkaar maken. En toen kwam ik deze tegen. Dus die. Ik heb ook een broertje, of zusje. En die moet ik even zijn pet opzetten. Die gaat dus bij mij, dat gaat in de baashoek. Kijk, dus die. Zijn ze niet schattig? Ik heb eventjes citroensap voor op mijn schnitzel. En ik heb dus ook schnitzels. Ik ga ook eventjes nu eventjes mijn batterij verwisselen. Dan zal ik even de rest laten zien. Want mijn batterij is bijna leeg. Dan kan ik even de spinazie opruimen. Want iemand doet echt hier heel verwend naar de spinazie toe. Dan heb ik een tafel. Dit is een laken. Het is gelamineerd papier. En ik vond het wel heel erg leuk om deze in de paashoek neer te leggen. Want er staan konijntjes op en eitjes en zo. Dus ik dacht, nou wel leuk. Dit gaat mooi bij de paaspullen. Ik heb hier een pak chocomel. Toiletpapier. Ik was bij een Lidl en die hadden nu een zelfscan daar. Dat was echt zo grappig. Je kon echt gewoon op zo'n manier hoe ze de scanner ook hebben, zeg maar, in de winkel om overheen halen. Dus het was niet met zo'n handscanner. Dat was echt heel erg leuk, want ik kende dat helemaal niet. Ik vond het heel erg leuk om een keer te doen. Omdat ik bij een andere Lidl was, heb ik dus ook gehakt gekocht. En hun hadden dus half om half gehakt. Wel in een kleine portie. En dat ken ik dus niet bij de Lidl waar ik zelf altijd ben. Want dat hebben ze niet. Ze hebben ze alleen maar van dat magere gehakt. En ik vind half om half wel het lekkerst. Ik heb spekjes. Ja, daar was ik wel bang voor. Mijn coach die heeft dus micellairwater gekocht voor zichzelf. En dat heeft ze bij mij in de boodschappentas gegooid. En die heeft ze dus vergeten. Dus die ga ik even apart zetten voor haar. Die moet ze volgende week meenemen. Want ja, die is hier van mij. Ik kreeg gratis koekjes. Want het is bij Lidl met die app. Van die Neo koekjes. En ook bij de Lidl heb ik nog een flesje olie gehaald. Dus... ja, het wordt echt wel steeds moeilijker. Ja, dat was het. Ik heb ook echt... het eten was ook gewoon echt heerlijk. Het was echt gewoon onwijs genieten. Het was ook echt wel heel erg mooi weer. Dus het was echt... ja, het was wel echt heel lekker. Lekker gegeten. Even lekker in de, daar rondgelopen. Ik heb ook echt even mijn bril weer... me laten rechtzetten. Dat is ook altijd wel weer fijn. Ik ga nu spullen opruimen. Dan ga ik lekker even mijn laptopje pakken. Even mijn haren kammen. Ga ik zo meteen goed, lekker goede tijden kijken. Daarna lekker Married at First Sight. Ik zet even het tweede scherm aan. Je hebt ook oranje. Of het heel leuk wordt, weet ik niet. Maar ik ga het wel eventjes zien. Dus dat.
Ja, dan ga ik vanavond mijn vlog lekker afmaken. Ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna lekker flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik denk dat hij alweer vrij lang is geworden. Maar ik vond het ook wel leuk om jullie vandaag weer een beetje mee te nemen. Ik heb trouwens gewoon nu lekker een pyjama-shirt aan met korte mouwen. En daar heb ik gewoon lekker mijn badjes overheen. Dat zit echt heerlijk. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu dus bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!